En ik praat hier verder met Jort Kelder, journalist en presentator. En Victoria Komblenko, actrice, geboren in de Sovjet-Unie. Meneer Kelder, om even met u te beginnen. U bent de afgelopen maanden eigenlijk steeds negatiever gaan denken over het verdrag. Hoe komt dat? Ja, met pijn in het hart eerlijk gezegd. Omdat ik me verdiep in de economie en vooral in de begroting daar, in de bedrijven. Meneer Pechtold kent de bedrijven, maar die zit volgens mij alleen in privévliegtuigen. Dus die komt in een heel andere sector dan u en ik. Maar als je kijkt naar de financiën, wat haal je er eigenlijk bij als je Oekraïne binnenhaalt? En je haalt Oekraïne binnen, want het moet integreren met de Europese economie. Dan haal je een soort nieuw Griekenland binnen. De begroting is volledig scheef. Ze hebben geen enkele, je kan praten over een handelsverdrag, maar ze kunnen niets kopen. Want Oekraïne importeert meer dan ze exporteren. En wat ze exporteren, dat exporteerden ze vroeger naar Rusland, maar 60% van die markt is weggevallen. Dus de kans dat wij als Nederland hieraan gaan verdienen, wat sommige partijen zeggen, kun je vergeten. Wat er wel gaat gebeuren is dat een paar grote bedrijven, die ik natuurlijk ideologisch zien helemaal steun, die gaan er wel gebruik van maken, die gaan dat land feitelijk koloniseren. Dat is prima, maar daar hebben de Oekraïners dus niets aan. Maar het allerbelangrijkste is, en waarom wordt het nieuwe Griekenland als je niet uitkijkt, is artikel 453 in het verdrag. En daar staat in financiële bijstand, zoals Europa dat op andere punten heeft gedaan, met alle mogelijke middelen zullen ze een land steunen. Er is al 11 miljard toegezegd. Het IMF is in dat soort dingen heel goed. Die hebben al 40 miljard toegezegd. Laat ze dat alsjeblieft doen, want daar hebben ze veel ervaring mee. Maar Europa gaat weer eens een keer stoer doen. Die gaan even laten zien, wij kunnen dit wel even oplossen. Alsof we geen andere problemen aan hun hoofd hebben. De euro, meneer Draghi, noem maar op. Die gaan er dus 11 miljard ingooien. Dat zal het begin zijn. Want Oekraïne heeft een gat in zijn hand. En dat zal voorlopig zo blijven. Vind ik vervelend. Want ik gun al die jonge mensen een vrije land. Maar de naïviteit om te denken dat een land in handen is van 40 rovers, de oligarchen, dat je dat even kan veranderen met 300 pagina's goede bedoelingen en geen harde toezeggingen over corruptie, wat ze overigens in 1995 of in 1997 in een verdrag ook al hebben toegezegd, al heel lang geleden. Nee, we gaan iets aan de corruptie doen. Ze hebben er niets aan gedaan. Zie gisteren inderdaad de publicatie van de Panama Papers. Dat is gewoon niet goed. Dus het beste wat we kunnen doen morgen is zeggen nee. Kijk nog eens een keer goed naar het verdrag. Geef Oekraïne een kans om normaal zaken met ons te doen. Maar ga niet de Europese problemen nog groter maken dan ze al zijn door de financiële ellende erbij te nemen. Ik sprak net een ondernemer hier aan dezezelfde tafel en die was eigenlijk wel heel positief. Die zag juist wel in dat verdrag een kans om eerlijke handel te creëren. Maar u heeft daar weinig vertrouwen in. Kijk, oligarchen die zitten eigenlijk in gestolen bedrijven in de jaren 90, geprivatiseerde bedrijven met vriendjespolitiek voor een roebel en een eigen kocht. En die hebben dus de macht in de oude sectoren. Dus zo'n nieuwe ICT-ondernemer, die kan er misschien in Kiev best gebruik van maken, kan ik geloven. En dat is prima voor zo'n bedrijf. Maar per saldo is de kans dat de Oekraïnse bevolking hier economisch beter van wordt voorlopig klein. Wat je moet hopen is dat er een machtsomwenteling komt, dat de verstandige mensen daar uiteindelijk aan de macht komen en die handel echt gaat groeien. Kan. Maar de prijs van integratie. Oost-Duitsland heeft 2000 miljard gekost om bij West-Duitsland te horen. Polen kost 13 miljard per jaar, meer dan 100 miljard. Het is niet zo makkelijk om een land dat een tiende van de welvaart heeft van Griekenland en vier keer zoveel inwoners, om dat eventjes te integreren. Europa gaat het wel weer even doen. Geloof je het zelf? Mevrouw Komblenko, ik hoor hier vooral economische argumenten om vooral tegen te stemmen. U bent natuurlijk een vurig voorstander. We hebben u al veel gezien in de media. Waarom bent u voor? Nou, ik ben het met Jort eens dat je het land een kans moet geven. En daarom dus ook ja moet stemmen. Terugkomend op de Panama Papers. Ik ben ontzettend blij dat dat nu gebeurt. En er gaat nog veel meer gebeuren. En daar moeten we ook ontzettend blij mee zijn. Dat is namelijk het gevolg van de strenge wetten tegen corruptie die afgelopen 2 jaar zijn aangenomen. En die zijn dusdanig streng dat een willekeurige Oekraïnse burger, de andere Oekraïnse burger of een leider in de regering kan googlen op zijn bezittingen. Dus ik verwacht dat er nog veel meer van dit soort dingen naar boven komen. Wat belangrijk is, en daartoe kan dit verdrag een positieve bijdrage leveren, dat is dat dit soort mensen berecht worden door rechters die niet benoemd zijn door de regering, dat er een scheiding komt van machten, dat die rechters, die 9000 rechters die het land nu telt, op den duur, en het gaat niet van vandaag op morgen, dat ze opnieuw worden herkeurd en dat ze voor eerlijke processen kunnen zorgen. En hoe vaker de Oekraïnse bevolking, zoals Vita terecht net zei, de druk van de onderop, van de civil society, uitgedaagd wordt om die rotte appels uit de regering te verplaatsen door nieuwe mensen, hoe zuiverder het systeem wordt. En u heeft helemaal gelijk, dit verdrag heeft veel nadelen, alleen ik sta liever aan de kant die kansen biedt.
je nek uitsteken en wellicht falen of niet snel genoeg groeien, dan aan de kant van mensen die het land eigenlijk helemaal niet kennen, het niet schunnen. Meneer Kelder, kansen zien je nek uitsteken, daar kunt u niet op tegen zijn, toch? Kijk, voordat we de uitzending gingen, zei ik ben eigenlijk voor 53% voor. Zei ik ben eigenlijk 53% tegen. Laten we het in Nederland worden zo zwart-wit ja of nee, maar laten we een beetje redelijk zijn met elkaar. Dus ik zeg, als we het nou morgen afwijzen, ze denken er nog eens goed over, ze kijken naar de formulering. Maar u zei ook dat u eigenlijk bent voor het verdrag dat het strenger geschreven wordt. Veel strenger. Hardere afspraken. Verdrag. Ook al om de kippenboeren normaal niet mijn vrienden. Maar als er een nee komt, dan gaan we dus handel drijven met het land zonder voorwaarden. Ja, Hoe dom is dat? Maar wat we nu doen, Victoria, moet niet naïef zijn. We integreren nu onze economie met Oekraïne. Dat staat gewoon in dat verdrag. Kunnen al die politici gaan zeggen, het is niet waar. Het is zo. Brussel wil het, Oekraïne wil het. En over 4 jaar vragen ze een lidmaatschap van de EU aan. Dat betekent... Dan hebben we weer een referendum. Maar weet je wat het betekent? Gewoon even over geld praten. Want al die mensen hier in de zaal moeten dat gaan betalen straks. Dat betekent dat ze gewoon aan de Europese steunfondsen kunnen meedoen. Die hele financiële koppeling, dat wij het bonnetje moeten betalen, zoals met Griekenland, zoals straks met Italië, Jort, zoals later met Frankrijk, moeten we niet doen. Jort, je maakt een onterechte vergelijking met Oekraïne, die geen lid is en ook geen kandidaat lid is. Kijk naar Turkije. Ze gaan kandidaat lid worden, dat is al lang gezegd. Nee, dat is niet gezegd. Oekraïne is het nooit beloofd. Nee, maar ze gaan het wel aanvragen, let op. Dat kunnen ze wel doen, maar dat betekent niet dat ze het krijgen. Jij maakt ook een onterecht punt met Griekenland. Griekenland is lid, dat heeft ons ontzettend veel geld gekost. Oekraïne is nabuurland geworden van Europa. Niet omdat zij ervoor gekozen hebben, maar omdat EU is uitgebreid. En EU heeft voor alle buren in ons verleden nabuurschapsbeleid gehad en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Dus dat geld was voor Oekraïne sowieso bedoeld. En dat wordt nu onder een andere noemer in dit verdrag, wordt dat in Oekraïne uitgegeven. Ik vind het heel vervelend. Ik zou goed worden uitgegeven. Uren hier door kunnen gaan met jullie. Maar laten we dat zo meteen gewoon bij de borrel doen. Voor nu wil ik jullie hartelijk danken.